De Stichting Pius X die voor het beheer zorgt, hè, dus die tussen de sporters en de gemeente eigenlijk in staat, die stopt ermee per 1 april. De datum staat vast. En het gesprek van... Geen grapje. Van, nee. Nee, dat is geen grapje. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. We staan hier bij de voorzitter en de bestuurslid van de Pius X sporthal in Liemde. Er is nogal wat te doen. Omtrent de sporthal en het bestuur? Nou, wij hebben als bestuur aangegeven dat we per 1 april volgend jaar stoppen. En de reden daarvoor is eigenlijk dat we het gewoon niet meer aangevuld krijgen. We hebben langzaam zeker een redelijk krachtig technische commissie die ontzettend veel werk verricht heeft hier, maar wel niet meer kan. We hebben een penningmeester die op een gegeven moment gezegd heeft, ik stop, daar zijn we al anderhalf jaar op zoek geweest naar een vervanger. Die vinden we niet. En sowieso worden we met z'n allen steeds ouder. Als bestuur ook vinden dat eigenlijk bij een steltje vrijwilligers, ja, dat je dat niet van een stel vrijwilligers kunt vragen. Zoals? Taken in verband met personeel, risico, financieel risico, ja, van alles en nog wat. Nieuwe BHV, nieuwe wetten, regels, ja, en, keuringen, bestuursverantwoordelijkheid, noem maar op. En hoe lang speelt het nou in jullie hoofd dat jullie zeggen, jongens, dit gaan we niet meer redden. Als het zo doorgaat, moeten we ermee stoppen? Nou, dat niet meer gaat, dat is eigenlijk dat is langzaam maar zeker vanaf het begin van dit jaar gekomen. We zouden ons contract verlengen met de gemeente. Dat doen we inderdaad standaard om de 4 jaar. Dan hebben we een optie om 4 jaar te verlengen en dat gebruiken we ook altijd als een... Als een punt om te zeggen van nou, hoe ziet de stichting eruit, hoe is de positie van de gemeente en hoe kunnen we samen zo goed mogelijk regelen dat de Pius als accommodatie zo goed mogelijk in de lucht gehouden kan worden met rekening houden met de mogelijkheden van allebei. Ja, het is onlangs nog een gesprek geweest, zeer onlangs met de gemeente. Dan zitten we al een heel stuk verder, maar toen hebben we ook al die punten die we net noemden aangegeven. Nou, en gaandeweg dat proces is eigenlijk duidelijk geworden van ja, we redden het gewoon niet meer. Dus ja, dan is het beste om duidelijkheid te creëren voor alle partijen. En ja, het is niet meer, we krijgen het gewoon niet meer geregeld, we krijgen geen vervanging. En het bestuur wat er nu zit, redt het niet meer. Dus ja, dan is het... Nee, maar afgelopen dinsdag hebben jullie met de gemeente, bij de gemeente gezeten. Wat is daar dan uitgekomen? Haak je daar de knoop door? Of? De knoop dat we stoppen is al eerder doorgehakt. Dat is ook aan de gemeente doorgegeven. Maar we willen hoe dan ook zorgen voor een soepele overgang. En misschien dat Frank er iets over kan vertellen in de zin van historie. Wat er hier allemaal gebeurd is. Ja, want wat ik mij dan afvraag, wat doet een bestuur van een Pius X sporthal? Eigenlijk komt erop neer dat Pius X hier al 45, 50 jaar een soort van facilitaire taak van de gemeente vervult. Dus de intermediair tussen de sportclubs die hier sporten en de gemeente als eigenaar hier van het gebouw. En daar zit de Stichting Pius X met vrijwilligers in het bestuur en in de bouwcommissie enzovoorts. Tussen. Ja, maar dat is de taak van de... Ja, maar straks is er geen bestuur meer. Hoe gaat het dan verder hier? Ja, dat is dan de gemeente, hè? Weten wij dus niet. Dat is ons plagiaal niet meer, hè? Nee, maar... We willen wel regelen dat het zo soepel mogelijk overgaat. Maar het is wel zeker dat ik zie hier de badminton, dat gaat wel allemaal door. Dat neem ik aan van wel, maar dat is een vraag die voor moet je bij de gemeente zijn. Maar de indruk die ze wekken is dat ze in ieder geval door willen en ook door moeten. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat de Pius X gewoon stopt als sporthal? Nee, Pius X stopt niet als sporthal. De Stichting Pius X die voor het beheer zorgt, hè, dus die tussen de sporters en de gemeente eigenlijk in staat, die stopt ermee per 1 april. De datum staat vast. En het gesprek van... Geen grapje. Nee. Nee, dat is geen grapje. Ondanks het gesprek, het was een constructief gesprek gericht op de voortzetting van de beheer door de gemeente per 1 april. Met als eerste insteek, waar we binnen een maand antwoord op krijgen, wat de gemeente kan en wil met het personeel, de beheerders. Het lijkt erop inderdaad ook dat ze die urgentie opgepikt hebben. Dat het door moet gaan? Nee, dat er voor binnen nu en een maand dat ze duidelijkheid moeten creëren over hoe ze met het personeel om willen gaan. Het personeel is, wat is het personeel?
3 man personeel, allemaal 50 uren. Die houden hier de zaak draaiend. Vrijwilligers? Nee, betaalde medewerkers. Ja, voor de sporters verandert er hopelijk niets. Die kunnen gewoon blijven sporten? Dat weten wij niet. Wij kunnen niet over ons graf regeren. Wat wij natuurlijk nastreven, dat is omdat we iedere keer, dat heb ik al vaak gezegd, we willen proberen, wij doen er alles aan om voor een soepele overgang te zorgen. Maar wat er na ons gebeurt, daar gaan wij niet over. Hè? Nee, maar, dat is aan de gemeente. Nee, maar kan zo'n sporthal zonder bestuur dan? Of komt er dan een ander bestuur via de gemeente? Of de gemeente? Elke andere sporthal in Boksel heeft niet zo'n stichting tussen zitten. Dus de gemeente heeft daar rechtstreeks het beheer. Of zoals bij de braken, er zit een commercieel iemand, geloof ik. Hè? Ja, maar, dus we gaan ervan uit dat dit gewoon doorgaat, toch? Ondanks dat jullie als bestuur stoppen, dat de sporthal beschikbaar blijft voor de sporters. Ja, uiteraard. Ja, we gaan ervan uit. Maar ja, de gemeente is daarin, die zal dat moeten regelen. Oké. Na 1 april, na 1 april, ja. En wat gaan jullie doen nu als taak als bestuurslid erop zit en voorzitter? Rentenieren. Ja, op sluierlui kont zitten. Sporten. Oh ja, nee, dat doe ik al. Nou, ik wens jullie toch nog het beste in de toekomst. En we zien jullie waarschijnlijk wel terug in een andere functie. Ja. Waarschijnlijk wel. Dank u wel. Oké.